heart. You want to hurt me so bad, you can't stand it, but you won't give it to me because you're not in control. Give me what I want. Give me what I want. Let me hear you say it. Everybody here wants to hear you say it. Give me what I want. You know what I want. You just don't want to give it to me because you're not in control. I'm in control. Now, Hunter, give me what I want. I am going to give you the beating you deserve, Dave, and nothing more. Hallo, hallo. Welkom bij Meester Crypto, 18 november 2019. Ja, we wachten allemaal op altcoin seizoen, hè. Schreeuw jij er ook zo om? Het is even geleden, hè, dat wij elkaar zagen. Of jij mij zag, want ik zie jou eigenlijk nooit. Daar zijn ook goede redenen voor. En wat verderop deze video doe ik dat allemaal uit de doeken. Want je hebt natuurlijk recht om alles van mij te weten. Hè? Laten we nu eerst eens gaan kijken naar hoe de markt ervoor staat. Stukje herhaling. Ik ga een beetje herhalen wat ik vorige keer heb gezegd. Maar ik probeer daar vooral een heel duidelijk plaatje voor te schetsen. En wie weet faal ik gigantisch. Maar ja, hey, ik doe mijn best, hè. De vorige keer hadden we het over, het was begonnen met een tweet van Crypto Burp, die erop wees dat we hier die 50 MA, deze lijn, kruisten hier door de 100 MA, kruisten daar weer, dit is een bullish cross, dit is een bearish cross, hier is hij weer bearish cross op de weekly van Bitcoin, en hier staan we aan die drempel van wederom een bullish cross. Nou, dat is herhaling, dat is herhaling. Maar wat gebeurde er nu hier na dit bullish cross? Nou, laten we eens even een meetlatje erbij pakken. Hier heb je dat kruis, die groene kaas. En vervolgens hebben we het hier al over 75% groei naar boven. Maar direct daarna, althans niet lang daarna, we hebben het hier wel over de weekly, dus het gaat een paar weken. Vandaar naar deze is weer 38,5% naar beneden gevallen. Met andere woorden, na zo'n kruis kun je mogelijk hoge volatiliteit verwachten. Ik beweer niet dat we hier eventjes 80% omhoog zullen schieten. Een wezenlijk verschil met hier is dat we hier dichter bij de halving zaten dan wanneer hier dat bullish cross zou zijn. Dus dat heeft wat meer tijd nodig. Dus ik verwacht dat de uitspattingen wat minder hoog naar boven zullen zijn. Ik verwacht zelfs dat we een tijdje in dit gebied, tussen deze top hier, die tegen de 14.000 zat, en deze wick hier beneden op 72, 7300, dat we daar een beetje tussen zullen pivoteren op weg naar die halving. En dat we pas na mei, want dan vindt die halving van Bitcoin plaats, dat we dan een mogelijke spurt naar boven toe weer verder kunnen verwachten. Die periode dat we hierin zitten, nou, dat is een periode waarbij je altcoins mogelijk de gelegenheid krijgen, als Bitcoin een beetje zijwaarts gaat, dat altcoins kunnen gaan opleven. Als we nu wat korter bijzoomen naar Bitcoin toe, dan wil ik eigenlijk even naar de daily toe. Nou, dan hebben we na deze top van 14.000, noem ik hem even gemakshalve, zitten we in dit kanaal, die twee blauwe lijnen, naar beneden toe. Ik zet even die twee kruisen af. Wat staat er nog aan? Dat is deze. Hebben we het nou? Een beetje rust. Er staat nog iets aan. Ik zie het even niet. Deze. Meer rust in de tent. Hè? En binnen dit kanaal heeft Bitcoin een falling wedge gevormd. En die falling wedge zit op dit groene plaatje. Vorige keer nog laten zien. Dat is die gulden snede of golden pocket zone. Waarbij de prijs heel vaak... waarbij kopers gaan reageren en gaan instappen. Nou, daar wachten we eigenlijk allemaal op. En... gaat dat ons boven de 21 EMA weekly brengen die op dit niveau zit? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe hoog we dan kunnen gaan stuiteren. Maar ja, ik denk niet dat het ons eventjes uit dit kanaal gaat gooien eigenlijk. En ik wil niet te zeer een beer zijn. Maar voor de kortere termijn zou het best kunnen dat we hieruit gaan breken. En dat we nog een keer dit gebied hier rondom 7200 gaan testen. Opnieuw gaan testen. Want dit gebied is een belangrijk gebied. En aangezien we toch alweer zo ver naar beneden aan het bewegen zijn. Hier heb ik een snelkoppeling staan. Sneltoetsje. Van de low van december 2018 tot deze top. Kijk, dit gebied is die gulden snede weer. Ja. En Fibonacci blijft gewoon belangrijk. Ik kan me voorstellen dat we deze een tweede keer gaan testen. Waarna we toch echt die zone voorgoed gaan verlaten. Die zone van... 7200 Ga ik hier nu veel doen met de bitcoin die ik heb? Nee, die laat ik lekker in mijn wallet zitten. Maar als je over swing traden hebt, of als je nog van plan bent om bij te kopen, nou is dit wel een gebiedje om in de gaten te houden. Gaan we nog veel lager komen? Nou, je hebt de grootste flapdrollen die 3000 weer aan het oplepelen zijn. Ik kom ze tegen op social media. Ja, ik kan het niet serieus nemen, mensen. En ik raad je aan om dat vooral zelf ook niet te doen. Ik geef geen financieel advies, hè, dek me weer even in, maar ja, kom. Hey, gekkenhuis. Goed, we gaan verder. En we gaan verder met, nou staat hij natuurlijk helemaal verkeerd. Oh. Ethereum ten opzichte van Bitcoin. Een kaartje van Galaxy BTC, hè, een twitteraar. En die heeft op TradingView dit kaartje gepubliceerd, wat verder niet zo heel ingewikkeld is. Hè? Ethereum ten opzichte van Bitcoin. En in de periode tussen 2016 en 2017 zat Ethereum in zo'n neerwaartse trend, hè, wat de toppen betreft. Daarna kreeg je die hele altcoin manie en brak Ethereum enorm naar boven toe uit. Inmiddels hebben we hier wederom zo'n neerwaartse trend. En we zijn zelfs, we raken die toppen niet meer echt aan hier. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Hè? Die toppen raken hier niet meer. Ziet er nog niet zo heel goed uit. Maar op het moment dat we hier dadelijk boven gaan pieken, dan zou ik heel goed op mijn quivive zijn. Want Ethereum in aanloop met Ethereum 2.0, DeFi wat in opkomst is, zou nog wel eens hele verrassingen ten opzichte van Bitcoin weer kunnen laten zien. Waarbij mensen weer... Dat zegt, zegt hij zelf volgens mij, ja, dat mensen weer gaan denken dat Ethereum Bitcoin gaat overnemen of zo. Wat waarschijnlijk nooit het geval zal zijn. Maar hè, pint men ergens op vast. Dus nou, dat is iets om in de gaten te houden. Ik zou je nog laten zien trouwens, voordat ik naar de rest van het nieuws ga, waarom ik er een poosje uit ben geweest. Nou, er zijn drie redenen voor te noemen. En de eerste reden, die komt hier. Ik ben zo zielig. Al mijn snot. Overal snot. En ja, dit is de tweede reden. Kijk, daar sta ik. Ik was naar de Maagdeneilanden en ja, het is één grote volksverlakkerij hoor. Ik heb er geen één maagd kunnen ontdekken daar hoor. Maar dat was wel een geweldige tijd. Ik trouwens niet mijn vrouw vertellen hoor. Het blijft wel onder ons, hè, want ik vind het heel belangrijk om dat goed geheim te houden. Maar, want ik heb verteld dat ik naar een blockchain conferentie in België was. Maar ja goed, hè, moet ik er zelf weten. Hè. En dit is de derde reden. En wie rijdt er op zijn paard door het rally? En dat is Meester Crypto. En die heeft er veel zin in. Hoppakee. Hey, je mag daar niet lopen. Is van mij. Hoppakee. Hey, je kan niet schieten op mij. Hè? Dat mag niet. Ik kom in vrede. Ik kom in vrede, mensen. Iedereen zegt, we zijn allemaal agressief hier. Oh. Nou, allemaal ontzettend legitieme redenen, dacht ik zo hè. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen, één van deze drie, maar je gaat vast niet raden welke, één van deze drie is niet helemaal de waarheid trouwens. Nee. Goed, we gaan vlug weer verder. CoinMarketCap, nou jullie weten dat CoinMarketCap... De volumes die erop staan, dat het allemaal enorm opgeblazen is en onbetrouwbaar. Beurzen die kunstmatig kopen, verkopen om hun volumes op te krikken. Waardoor mensen denken dat je daar hoge liquiditeit hebt. Hè? Dat je daar hogere orders naartoe kunt brengen, kunt kopen, verkopen zonder dat je te veel slippage krijgt. Hè? Zonder dat de prijs te veel omhoog of omlaag gaat bewegen. Want dat wil je niet. Hè. Je wilt de prijs die je ziet, nou, daar wil je voor kunnen kopen, daar wil verkopen. Was niet meer betrouwbaar. CoinMarketCap heeft het aangepakt, want ze hebben nu een nieuw metric gelanceerd. Liquiditeit. En daar word je blij van. Hè. En als je dan kijkt, als je nou de metric liquiditeit in acht neemt, liquiditeit. Dan staat daar, jawel, HitBTC bovenaan. En dat doet wel toch de wenkbrauwen van deze meneer weer fronsen. Want hoe kan nou die beurs toch altijd weer bovenaan komen? Ze hebben de boel gewoon weer belazerd. Hè? Want maak jij me nou wijs dat HitBTC meer liquiditeit heeft dan Binance? Hé, hey, maak het eventjes. Hè? Maar wat ze dus hebben gedaan... ze hebben een aantal variabelen meegenomen, zoals het orderboek, de afstand van een order tot met de gemiddelde prijs, de grootte van een order en de relatieve liquiditeit van een crypto. En daarmee berekenen ze dus de liquiditeit van een beurs. Het gaat heel kort in de bocht en ik kan er hele formules voor uitschrijven. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet, maar dat zou ik misschien kunnen doen met heel veel moeite, weet ik veel. Puntje bij paaltje, liquiditeit is waar we allemaal naar op zoek zijn bij een beurs. Dus dat geeft een bepaald beeld. En je ziet hier ook ditmaal de gerenommeerde beurzen bovenaan staan ten opzichte wanneer jij, als je naar het volume kijkt, normaal gesproken, dan krijg je EXX bovenaan, want dat zijn de grootste belazeraars. Is dat een woord? Nou, Bitmax, ja, die hebben natuurlijk al wat volume te verstouwen. Ja, kijk eens wat er allemaal tussen staat. Hè? BPTB, dat lijkt wel die van Star Wars, maar dan anders. Goed, dus winst. Ja, zolang we nou nog HitBTC op een juiste plek kunnen gaan krijgen. Hè? Dan vond ik het ook nog tijd om eventjes nog ter herinnering of in herinnering te roepen. Reserve Protocol. En ik heb die al eerder een keer in de video genoemd. En het is voor mij een beetje een outlier, zo'n... hoog risico, hoge beloning, crypto, munt, toekomstig te gebruiken, stablecoin, toekomstig concurrent van MakerDAO bijvoorbeeld. Hè? En MakerDAO is op dit moment de motor van heel die decentralized finance beweging die in opkomst is. Motor in nauwe samenwerking met de Ethereum blockchain, moeten we daarbij zeggen. Kijk, als je kijkt naar wat nou een stablecoin maakt, dan moet er een bepaald onderpand aan ten grondslag liggen wat de waarde van een dollar, want dat beoogt ook Reserve Protocol in beginsel te zijn, later niet. Dan wordt die dollar weggelaten. Dat is met name ook een van de redenen waarom ik zo enthousiast ben over Reserve Protocol. Maar het komende jaar, ik weet niet exact hoe lang ze dat vasthouden, zal het aan een dollar gebackt blijven. Maar die dollar die wordt van waarde voorzien door een keur aan andere stablecoins. Bijvoorbeeld USD, True USD, Paxos, maar ook hun eigen reserve dollar die bijna gelanceerd gaat worden. Als ook aandelen, onroerende goederen. Bijvoorbeeld huizen of landgoederen, nou noem maar op. Van al ook roerende goederen, koopwaar, van alles kan gebruikt worden straks om die waarde van die dollar te maken. En door middel van arbitrage wordt de prijs van RSV, en dat is de stablecoin die een dollar moet blijven, wordt die constant gehouden. Nou, en deze afbeelding die laat dus mooi zien hoe dat in zijn werk gaat. Nou, als RSV boven een dollar staat op beurzen, dan zal het protocol RSV uit wat ze dan de kluis noemen halen, de vault, de kluis. Daar zit dus reserve in van RSV, als ook dat getokeniseerd bezit. En let wel, over 10 jaar is al het bezit op de wereld getokeniseerd. Hè? Ook jouw huis zal in tokenvorm waarschijnlijk te verhandelen zijn. Maar op het moment dus dat RSV boven een dollar staat op die beurzen, gaat het protocol, het smart contract, gaat RSV uit die kluis halen en hier getokeniseerd bezit van kopen. En daarmee zal de prijs van RSV op beurzen weer onder de dollar gaan. Of op de dollar gaan, want dat is natuurlijk het doel. Hè. Het is een beetje zoals centrale banken obligaties opkopen met geld wat ze dan bijdrukken. En dat heeft dan vervolgens een drukkend effect op de prijs. Hè. Inflatie en nou, in zijn ergste vorm hyperinflatie. En er komt immers meer in circulatie. En let wel, we hebben het hier over RSV. Hè. Dus je hoeft niet bang te zijn als jij RSR hebt gekocht dat het daar van invloed op zal zijn. Nou, als die RSV later weer onder de dollar gaat komen op beurzen, dan zal het protocol RSV aankopen in ruil voor getokeniseerde bezittingen. Net zolang totdat RSV weer op die dollar zit. Nou, dan heb je de andere kant van hoe wordt nu die kluis draaiende gehouden en goed in balans gehouden. Nou, als de kluis overvloedig veel RSV krijgt, dan zullen RSR-houders, dat ben jij, mogelijk, hè, zul je de gelegenheid krijgen om het te kopen. En als je dat dan koopt, dan heb je daar een voordeel aan, omdat je tegen een goedkopere prijs die RSV dan kunt kopen. En daarmee vermindert de hoeveelheid RSR in circulatie en stabiliseert de prijs van RSV. Ah, dan alles goed uit elkaar houden hopelijk. Misschien als ik het later terugluister, oh, daar heb ik ze toch weer omgegooid. RSV, RSR, maar goed. Als er dan juist te weinig in de kluis zit, dan verkoopt het protocol dus RSR weer voor getokeniseerd bezit. En daarmee krijgt RSV weer voldoende onderpand. Ik hoop dat je er een beetje kaas van kunt eten, als je kaas lust tenminste. Kijk, hiermee is dus een wezenlijk andere weg ingeslagen dan MakerDAO doet. En MakerDAO, ja, dat is op dit moment het stablecoin protocol, hè? Middels smart contracts. En jullie weten, MakerDAO, kloppend hart van DeFi, samen met dat lelijke eentje Ethereum, hè? Dat zei ik net al. Maar waar MakerDAO dus afhankelijk is qua liquiditeit van leningen die mensen afnemen middels een CDP, een Collateralized Debt Position, een lening middels onderpand. Hè. Ik heb dat in mijn DeFi video ook al uitgelegd. Nou, daardoor is MakerDAO dus veel beter, nee niet veel beter, daarmee is MakerDAO maar beperkt schaalbaar. Want ze zijn afhankelijk van hoeveel leningen er gedaan worden en hoeveel onderpand er bij MakerDAO in zo'n CDP, in het collectieve CDP uiteindelijk komt. Als nou bij Reserve Protocol dat mainnet, het hoofdnet, in 2020 helemaal live gaat, en dan hebben we het over een volledig gedecentraliseerd stablecoin platform, dan is dit een ontzettend sterke concurrent van MakerDAO. Hè. Eentje die veel beter schaalbaar is. En wat ik al eerder in die video over Reserve Protocol zei, is dat ze een heel sterk team hebben. Hè, je moet daarbij denken aan de medeoprichter van PayPal. Goed, concentreer je. PayPal. Ja. Coinbase Ventures. En Sam Altman, dat is daar ook een van de grote kartrekkers. Ja, er zijn in ieder geval al grote namen bij genoemd. Ja, dat is, nee, dat is niet MakerDAO, dat is Reserve Protocol. Kijk, DeFi is op weg om een van de grootste, zo niet de grootste toepassingsmogelijkheid van blockchain technologie te worden. De tech-infrastructuur is volop in ontwikkeling, met ETH 2.0... koppeling met oracles, middels Chainlink. Ook daar heb ik een eerdere uitzending over gehad. Ik hoef niet natuurlijk alles te herhalen en uit te leggen. Want, maar ook dus die ontwikkeling van de perfecte stablecoin. In tegenstelling tot MakerDAO, die de gevraagde liquiditeit kan bieden, die een dergelijke explosieve groei, die DeFi hoogstwaarschijnlijk gaat doormaken de komende jaren, die dat aan kan. En garanties heb je natuurlijk nooit. Hè, maar binnen hetgeen wat er nu beschikbaar is, is Reserve Protocol een welkome aanvulling. En kijken we nu naar de prijs ten opzichte van mijn vorige video. Nou dan, heb je een paar satoshis ingeleverd. Ik meen dat die toen op 27 satoshis stond. En nu op 23. En ook de market cap is een beetje teruggelopen. Het lijkt trouwens wel een stablecoin als je zo over de maanden heen kijkt. Hè. Maar ik wil maar benadrukken, hè, geef het niet op. Dit is iets voor een langere termijn. Dit koop je niet om te swingtraden of zo. Hè. Dit laat je ergens in een MyEtherWallet staan. En je kijkt na een jaar nog eens. En misschien haal je na een jaar al je hele inleg of 3 keer je inleg van tafel. Want daar reken ik wel op hoor, dat kan. En doe je dat over een in de jaren die daarna komen nog een aantal keren. Want ja, let wel, een marktkapitalisatie van 8,2 miljoen voor iets met een dergelijke hoge potentie, ja, daar valt wat te halen. Stel dat dit 1 miljard wordt, hè, dan reken maar eens uit. Stel dat dit 10 miljard wordt, wat totaal niet ondenkbaar is bij een dergelijk iets. Let wel, er zijn natuurlijk ook concurrenten op de markt. Hè. Ik weet, Binance is zelf ook al met een stablecoin gekomen, weet je, Bidao volgens mij. Ook die komt pas in de loop van 2020 ergens een keer daadwerkelijk in circulatie. Hè. Dus er zijn meer kapers op de kust. En wie uiteindelijk spekkoper gaat worden, nou, dat valt nog te bezien. Maar ik denk dat het geen kwaad kan om een beperkt deel, een klein deel van je inleg in reserve rights weg te zetten. Hè. Gooi nooit je hele hebben en houden in iets. Denk altijd maar aan een paar procentjes, met name als het iets is met een hoog risico. En dan wil ik dit, ondanks grote namen, wil ik dat hier toch onderscharen. Dan hebben we nog Iran. Iran, jullie hebben misschien die video gezien die op Twitter voorbij kwam. Hè? De bank, de centrale bank van Iran zou in brand staan. Het bleek volgens mij uiteindelijk een gewone bank te zijn. Ja, het volk heeft natuurlijk ook te lijden onder de sancties die de Verenigde Staten over Iran hebben afgeroepen. En ja, als dan de levensstandaard lager en lager wordt. En laten we wel wezen, het regime van Iran is nou ook niet je van het. Op een gegeven moment dan barst er een bom, hè? Al dus die rellen die momenteel gaande zijn. En wat doet de Iraanse overheid dan? Die gooien gewoon heel het internet plat. En daar hebben ze 12 uur flink voor moeten knokken. Maar dat is uiteindelijk een heel eind geluk, want er is nog maar 7% omhoog van het internet van een dag terug. En dus het gros van de bevolking heeft helemaal geen toegang meer tot internet. En dat pleit natuurlijk voor een decentrale variant van internet. En ja, wie mij al langer volgt weet dat ik in het verleden over Substratum in die context heb gesproken. Hè? En ik heb zelf ook Substratum gekocht gehad. En ken je nog een plattere lijn, hè? Niet alles kan een winnaar zijn, zullen we dat maar zeggen. En het Substratum team heeft ook een aantal tactische blunders van je welste gemaakt. Ze hebben uiteindelijk wel een werkend decentraal internet van de grond gekregen in een beperkte vorm, maar als ik dit zie, als ik een dergelijke platte lijn zie, zou ik niet te veel gaan geloven in een opleving hoor. En hier nu gaan kopen, want nou, ik zou heel terughoudend zijn. Maar dat ook hier een decentrale variant de oplossing kan zijn. En een bevolking kan helpen om in hun kracht te blijven tegenover regimes die niet voor de bevolking opkomen. Nou, dat mogen duidelijk zijn. En wie weet staat er straks een andere variant, niet Substratum, maar nou geef er een naam aan. Staat dan weer op en gaat het uiteindelijk goed komen. Nou, mijn vergroting staat nog steeds heel hoog, zie ik. Ziet zo jouw dag er ook uit? Ik heb het echt in de zomer wel eens meegemaakt, hè, dat ik zo opstond. Ja, vervolgens heb ik hier dan 2 kinderen op me zitten en moet ik van allerlei dingen natuurlijk gaan doen. Maar daarna denk ik, oh wat is het een prachtige dag, lekker naar buiten, maar... Ja, toch, dan gaat Bitcoin, dan gaat de koers kelder of nou komt er, wat lees ik hier nu op mijn mobiel? Dan moet ik een video van maken. En dan zat ik daar weer, tijdens zo'n mooie dag. Moet jij nooit gaan doen hè, wordt geen Meester Crypto, veel te veel gedoe. Nee, ik ben weer aardig beter, want ik heb dus echt ook wat, ik ben een beetje grieperig geweest en zo. En flink verkouden geweest en nou ja, dat heb ik je net laten zien. Als er dan ook een gaaf computerspel uitkomt, dan, ja, dan duurt het even. Hè. Zeg niet dat ik dan morgen en overmorgen weer video's ga uitbrengen. Ik doe het een beetje op mijn eigen tempo. Ik moet er ook lol in hebben. En dan hou ik het natuurlijk ook veel langer vol. Hè. Maar als er dingen zijn die ik zeer de moeite waard vind om te vertellen, dan komt er natuurlijk gewoon weer een volgende video uit. Ja, voor nu. Dat was hem denk ik. Hey mensen. Let goed op je portfolio. Als je vragen hebt, stel ze hieronder of kom in onze Discord. Linkje onder iedere video. En likeje vind ik ook altijd leuk. Denk, oh, ik heb een likeje gekregen. Voor nu, let goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei.